school in de Pieter Langendijkstraat heeft deelgenomen aan een project wat vanmiddag is gepresenteerd door prinses Laurentien van Oranje. We praten met Diane Mesmaker over dat project, maar eigenlijk weten we daar weinig van. Wat voor project is het? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? We hebben een paar weken geleden hebben we eigenlijk de vraag gekregen vanuit het HCO hoe je leren leuker maakt. En ik ben zelf gekoppeld aan de PO-leesschool vanuit Stichting Mooi. En die hadden mij gevraagd, ja, wil jij de leerlingenraad opzetten? En toen zij dus die vraag bij mij neerlegde, van goh, kan je daar iets mee met je leerlingenraad? Dat dacht ik, nou, eigenlijk een heel leuk eerste thema om samen op te pakken. Dus we zijn gaan mindmappen, brainstormen. En zo hebben de kinderen eigenlijk heel goed nagedacht hoe je leren eigenlijk leuker maakt. Wat is leren? Als je aan leren denkt, waar denk je dan aan? Het kan alles zijn. Taal, rekenen, spelling enzovoort. Nadenken. Je toekomst. Ik denk dat er op verschillende vlakken het wel speelt van hoe kan je kinderen motiveren. Het is ook in het nieuws geweest. Hè? Toevallig eigenlijk in dezelfde periode dat kinderen tussendoor net al bewegen en trampolines. Dus er zijn wel signalen geweest van hoe kan je kinderen nou meer betrekken ook. Dus de participatie. Vandaar ook dat de PO-slee bijvoorbeeld zo'n leerlingenraad belangrijk vindt. Van hé, dat vinden de kinderen zelf nou eigenlijk van bepaalde onderwerpen. En ik zelf als ik naar mijn eigen werk kijk als jeugdwerker, komt ook steeds meer die participatie naar voren. Dus gewoon de kinderen, vanuit de kinderen, aan de slag gaan. Ik denk wel dat het al een tijd speelt. Alleen het klinkt misschien raar, je moet de tijd ervoor nemen. En je moet het op een gegeven moment zo belangrijk vinden. Ik denk ook vanuit onderwijs gezien, maar ook vanuit welzijn gezien. Dus ik denk, weet je wat, daar gaan we tijd in stoppen. Want als dat de doelgroep is waar je iets mee wil doen, en net zoals een school ook, hè, die wil dus het leren leuker maken voor kinderen. Nou, eigenlijk een hele logische stap om dan eerst kinderen te vragen. Dan kom ik automatisch op de laatste vraag. De follow-up, wat gaat er nu verder gebeuren met alles wat er de afgelopen tijd is gedaan en wat er vandaag is gepresenteerd, zou ik maar even zeggen. Ja, nou, dat is leuk. Meester Bas van school die gaf al aan van Diane, eigenlijk moet dit ook naar de leerkrachten toe, die hele presentatie. Dus ik zelfs met de persoon die hier toen die dialoog leidde, om die uit te nodigen op school. Dus dat het ook bij de leerkrachten even overgebracht wordt, want sommigen vangen wel iets op, maar weten eigenlijk ook nog niet zo goed wat er speelt. En daarna ook wel de stap naar de leerlingenraad. Van oké, welke dingetjes kunnen wij laagdrempelig met de school al oppakken? Dan heb je misschien niet gelijk gelden voor nodig of extra tijd op school, dat soort dingen. Maar meer van oké, jullie bedenken bijvoorbeeld dat oudere kinderen en jongere kinderen lesgeven. Kunnen we een keer zo'n dag organiseren? Of ouders die inderdaad meer betrokken worden bij huiswerk maken. Misschien een huiswerkclub waar de ouders zelf ook uit leggen kijken. En hoe CITO-toetsen werken, dat soort dingen. Dus dat willen we echt gaan oppakken volgend jaar. Jacqueline Jurna is directeur-bestuurslid van het HCO, het Haags Centrum voor Onderwijsadvies. En HCO is Haags, misschien is het wel typisch Haags. Hebben jullie navolging gevonden in de afgelopen 70 jaar of zeg je, wij zijn echt nog heel uniek? Onze kracht in Den Haag is dat wij kennen die scholen al 70 jaar. Er lopen al 70 jaar mensen van mij elke dag op allerlei scholen. Dus als een school een vraag heeft, weten wij heel snel, bij deze school past dit, bij deze school past dat. Deze begeleider is goed voor deze school, hier moeten we een stapje terug doen. We weten heel goed wat de gemeente wil, we weten heel goed wat de besturen willen, wat de scholen willen. Dus ik zeg altijd, wij breien van al die wensen, gaan wij de praktijk ondersteunen. Hoe ervaart u het contact met, laten we zeggen, de basis, het werkveld, kinderen uiteraard, maar ook mensen die het organiseren, coördineren, een beetje aansturen, een beetje begeleiden. Hoe heeft u dat ervaren in de tijd dat u daar middenin staat? Nou, wat we zien, ten eerste, alles wat we doen, doen we altijd samen. We doen het met leerkrachten, met ouders ook vaak de betrokken, met de directeuren van scholen. Wat we zien is dat dat we het soms misschien ook lastiger maken dan, dat we het in het onderwijs vaak soms lastiger maken dan het is. En wat we zien, dat als we heel concreet met elkaar aan de slag gaan, dat je op een andere manier les kunt geven, dat je op een andere manier in gesprek kunt gaan met kinderen, dat heel veel doet met een leerkracht bijvoorbeeld. Dat als die een keertje in de rol kan zitten om te observeren wat er gebeurt met kinderen waarvan hij denkt of zij denkt dat die stiller zijn. En als je die op een andere manier de ruimte laat, dat een kind dan heel goed kan nadenken. En dat, dan komen er heel veel positieve reacties van leerkrachten. En bijvoorbeeld dat ze zeggen, ja, ze halen er zelf ook heel veel uit om te zien dat je op een andere manier met kinderen kunt praten.
Als je aan leuk denkt, waar denk je dan aan? Aan alles wat leuk is, ook thuis of op school, dat je leuke dingen doet. En dat, ook dat als je thuis doet, dat je dan ook leuke dingen doet en dat moet je vrienden of vinden en zo. Goed, wij sluiten deze sessie af met iets wat heel simpel is. Misschien dat we niet een hele les moeten met allemaal bewegen, maar dat we gewoon na iedere les even wiebelen.